Hey YouTube, ik ben Maris, ook al bekend als Creachick, en vandaag ga ik samen met jullie mijn hele leven tekenen. Een Draw My Life video dus. Al heel lang wil ik deze video opnemen, maar ik had elke keer geen idee waar ik moest beginnen en hoe ik ook dit hele verhaal moest gaan vertellen. Ik ben inmiddels 32 jaar, dus dat betekent dat ik inmiddels ook best wel een lange tijdlijn heb om iets over te vertellen. En ik wist niet zo heel erg goed welke punten ik dan moest uitkiezen om te laten zien. En zo heb ik eigenlijk iets van bijna 3 jaar naar een leeg A4'tje zitten staren om te gaan beginnen. Maar ja, ik ga dat nu dus gewoon doen. En ik begin gewoon helemaal bij het begin, dus daar gaan we. Dit zijn mijn vader en mijn moeder en die zijn getrouwd met elkaar. En samen hebben ze ook 2 dochtertjes. Eentje van 8 jaar oud en eentje van 6 jaar oud. En daar zit ik niet tussen hoor. Dit zijn namelijk allebei mijn zussen. Die waren al lang geboren voordat ik kwam. Ik was namelijk een nakomertje en ik was hier. Ik ben dit babytje, hier in mijn moeders armen. Ik was namelijk de jongste van de 3 en werd dus ook als allerlaatste geboren. En was hier nog heel onwetend over het hele leven dat ik zou krijgen. En ik dacht toen waarschijnlijk alleen maar, wat doe ik hier? Ik was dus een heel erg stuk jonger dan mijn zussen en mijn zussen die deelden heel veel samen. Ik groeide eigenlijk wat minder met ze op. Terwijl zij heel erg bezig waren al met vriendjes en middelbare schooldingen, zat ik nog op mijn kamer lekker te spelen met Barbies en blokken en weet ik veel wat. En in de tussentijd te luisteren naar wat luisterboeken over sprookjes. En wat ik heel erg leuk vond om te doen was in de tussentijd mijn hele muren vol kliederen met allemaal mooie tekeningen. En het liefste tekende ik iets van mooie prinsessenmeisjes of hele schattige diertjes. Dat stond eigenlijk het allermeeste op mijn muur. Ik bracht heel erg veel tijd alleen door. Mijn ouders die werkten best wel veel. Mijn zussen die waren ook heel veel weg, dus ik zat mezelf vaak ergens in een hoekje van de kamer te vermaken. En dan was ik gewoon lekker aan het knutselen of ik keek televisie, dat deed ik ook echt heel erg veel. Muziek maken, daar was ik ook echt heel erg gek op. Ik kon mezelf uren vermaken met piano spelen en met zingen. En nou klinkt dit misschien allemaal een beetje eenzaam, misschien was ik dat eigenlijk ook wel een beetje. Maar daarnaast vond ik het ook echt wel heel erg fijn om heel veel tijd bij mezelf door te brengen. En lekker bezig te zijn met dingen waar ik echt van hou en die ik echt heel erg leuk vind om te doen. Als ik behoefte had aan gezelschap, dan ging ik meestal gewoon wat buurtkindjes opzoeken waar ik dan veel mee speelde. Of ik zat op school. School vond ik overigens wel erg leuk. En vooral de eerste paar jaren, de kleuterklasse, toen er nog heel veel geknutseld werd in de klas. Ik was voor de hele klas ook altijd van die rondjes aan het knippen en allemaal moeilijke figuren, omdat ik een van de weinigen was die dat toen op die leeftijd kon. Dus ik voelde me ook altijd heel speciaal in de kleuterklasse. En daar vond ik het eigenlijk echt altijd superleuk. Toen mocht ik naar groep 3 en ik kon echt niet wachten. Ik had heel erg veel zin om te gaan leren lezen en rekenen en moeilijke dingen te gaan doen. Ik was daar echt ontzettend aan toe na 2 jaar kleuteren. En toen zat ik eenmaal in groep 3 en toen ging het toch langzaam. Oh, ik begon me echt zo erg te vervelen en te ergeren aan die kinderen die het na 10 keer uitleggen nog steeds niet begrepen. En de tijd op school die kroop hierdoor echt voorbij. En ik begon me nog meer te vervelen. En uiteindelijk moest ik heel erg veel lezen in de klas om mezelf te gaan vermaken. Omdat ik vaak als allereerste al klaar was. En geloof me, als je nog een kindje bent en je zit op school en je gaat je vervelen een heleboel jaar, dan word je echt niet de beste versie van jezelf. Het werd dus in de loop der jaren ook alleen maar erger. En van een heel enthousiast blij schoolkindje werd ik eigenlijk steeds opstandiger, rebelser. Totdat ik in groep 8 al om 8:45 3 kruisen op het bord had staan. En uiteindelijk een vaste plek had gekregen op de gang. Nou, dat ging dus echt heel erg lekker. En doordat ik zoveel lessen miste, omdat ik altijd op de gang zat, raakte ik nog gedemotiveerder. Scoorde ik uiteindelijk alleen nog maar onvoldoendes. Kreeg ook een hekel aan lezen, omdat ik eigenlijk alleen maar altijd zat te lezen. En doordat ik mezelf dus ook zo vaak moest vermaken met dat lezen. En uiteindelijk eind groep 8 kreeg ik van mijn meester dus ook het allerlaagste niveau aangeboden voor de middelbare school. Omdat mijn cijfers helaas allemaal te slecht waren om nog een hoger niveau te krijgen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het eigenlijk allemaal wel best. Het kon me niet zo heel erg veel meer schelen. School was ook niet zo heel erg mijn ding. En ook al had ik het wel heel erg leuk met de kinderen in de klas en vermaakte ik me prima, ik vond school gewoon echt heel erg langzaam en heel erg saai en demotiverend. Mijn ouders die waren het niet zo mee eens dat ik het laagste niveau aangeboden had gekregen, omdat ik best wel leergierig was en behoefte had aan heel erg veel uitdagingen. Die vonden het dus ook heel erg jammer om te zien dat ik zo slecht ging op school en ze hadden ook het idee dat ik heel erg aan het onderpresteren was. Dus na een gesprekje met de meester mocht ik toch naar de MAVO-HAVO om me daar te gaan bewijzen.
Terwijl ik trouwens naar de middelbare school ging, waren mijn zus inmiddels al verhuisd. Die woonden toen allebei al op zichzelf. En toen woonde ik nog alleen thuis met mijn papa en mijn mama. Al ging dat niet zo heel erg goed meer. Mijn ouders besloten na 2 jaar lang een ruzie elke dag en een heleboel ellende te gaan scheiden. En daar stond ik tussen ze in. En toen moest ik kiezen bij wie ik bleef wonen. Nou, mijn vader die bleef in het huis wonen waar we al woonden met het hele gezin vroeger. Mijn moeder die ging verhuizen naar een andere plaats om met een andere man samen te gaan wonen. Dus toen besloot ik om bij mijn vader te blijven. Mijn ouders hadden samen geen regeling gemaakt over dat ik de ene helft daar heel veel moest wonen of daar moest wonen. Dus dan heb ik er ook voor gekozen om gewoon alleen maar bij mijn vader te blijven, zodat ik altijd in hetzelfde huis zat. En mijn moeder heb ik sindsdien eigenlijk niet meer gezien. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik niet in een hele goede fase van mijn leven terechtgekomen. Ik kreeg best wel een burn-out. Ik was toen net 13 jaar oud en alles ging langs mij heen. Alles ging gewoon niet soepel. Mijn vader die had ook meteen een nieuwe relatie waar ik heel erg aan moest wennen. Eigenlijk meer dan dat ik toen liet merken. Met mijn moeder had ik dus geen contact meer. Met mijn zussen liep het contact ook niet meer zo soepel. Dat kwam ook door de hele scheiding. Er kwam wat familie te overlijden. Mijn hondjes die gingen weg en die kwamen ook te overlijden. Ik werd ook nog gepest op school, op de middelbare school. Ik was super onzeker over mezelf, over mijn uiterlijk. En ik had eigenlijk ook niet zo heel erg veel vrienden meer in die periode, omdat ik die allemaal kwijtgeraakt was op de basisschool en op de middelbare school. Liep het allemaal nog niet zo soepel. En eigenlijk voelde ik me toen onwijs belabberd en eenzaam. En zat ik in een heel groot zwart gat voor mijn gevoel. Ik besloot me maar te gaan focussen op school, op het halen van goede cijfers. En ik denk dat ik in mijn hele leven nog nooit zo gemotiveerd was om mijn best te gaan doen. Om te bewijzen dat ik het echt kon. En dat ik die HAVO ook wilde gaan halen. Dat was eigenlijk mijn enige houvast. Nou, zo liep ik nog zo'n 3 jaar door. En het pesten hield ook niet op. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Er was al meerdere gesprekken geweest met de decaan. En van alles al geprobeerd. Maar het hield gewoon niet op. En het ging zelfs na schooltijd verder. Dat ik besloot om hier wat aan te gaan veranderen. En eigenlijk op het advies van mijn vadersvriendin ben ik toen geswitcht van middelbare school. In de hoop dat ik gewoon lekker helemaal opnieuw kon beginnen. En dat ik daar ook gewoon een nieuwe start kon maken. En niet meer gepest zou worden. En dat was eigenlijk een hele goede keuze. Ik moest wel van mijn draai vinden op mijn nieuwe school, maar al snel begon ik van alles te doen wat ik leuk vond. Ik deed toneel, ik deed zingen, knutselen, ging heel veel moeilijke wiskundeopdrachten doen en scheikunde. En ik had zelfs informatica op school en dan mocht ik dan achter de computer lekker websites bouwen. En de nerd in mij was toen eigenlijk echt heel erg blij. Daar liep mijn andere school nog heel erg op achter. Ik begon wat vrienden te maken en ik had het eigenlijk best wel naar mijn zin. Ik werd eigenlijk wel blij en ik begon weer te lachen. Begon weer gewoon lekker te zingen ook als ik onder de douche stond. Dus ja, ik was eigenlijk wel een blij kindje weer op dat moment. Ik haalde met allemaal goede cijfers en met best wel veel gemak mijn HAVO-diploma. En het schoolleven zit er nog niet op hoor, maar ik ben er bijna. Oh, het is altijd zo'n lange weg om te gaan, want nu werd het natuurlijk nog tijd om te gaan studeren. En terwijl ik iedereen om mij heen op school weer bezig zag met studies uitkiezen en voorbereiden hiervoor, had ik natuurlijk weer geen idee wat ik moest gaan doen. En ik had er eigenlijk zelfs nog nooit over nagedacht. Ik riep vroeger als kindje wel eens dat ik heel graag beroemd wilde worden. Het liefst een beroemde zangeres, maar ja, of dat nou heel realistisch was. Ik had eigenlijk ook een beetje het idee dat hetgeen dat ik graag wilde gaan doen, dat dat nog niet echt bestond en dat ik dat zelf nog moest creëren. Ik wilde graag iets doen met kunst of iets creatiefs, iets digitaal. Dat trok me eigenlijk ook al wel heel erg. En ik heb er zelfs nog over na zitten denken om iets met musical te gaan doen. Gewoon lekker acteren en zingen de hele dag, dat leek me echt heel erg leuk. Maar mijn mentors op school en mijn vader die zagen daar niet zo heel erg veel toekomst in. En die zeiden dat ik beter iets in de ICT kon gaan studeren, want dat was echt de toekomst. En met dezelfde instelling als die ik eigenlijk in groep 8 had, dacht ik, ik vind het allemaal wel best, ik zie allemaal wel hoe het gaat. Nou, daar ging ik dan, want op mijn 17e begon ik dus met studeren. En ik deed dus een informatica-achtige opleiding in mijn eentje tussen alleen maar mannen. Maar ik moet zeggen, die studie was echt verrassend leuk en uitdagend. Ik had al wel in het eerste jaar eigenlijk meteen door dat dit niet was wat ik wilde gaan doen als in werk voor later. Maar ik vond het wel leuk en ik had het op zich wel naar mijn zin, dus ik besloot het wel af te gaan maken. En in het eerste studiejaar leerde ik een jongen kennen en deze jongen dat werd ook mijn vriendje. Dit is niet Rick overigens, dus je begrijpt al dat deze relatie niet zo heel erg lang stand hield. Ik ging ook als een echte student op kamers wonen en uiteindelijk besloten mijn vriendje van die tijd en ik ook samen te gaan wonen in een heel klein lief huurhuisje.
Toen ontdekten we eigenlijk al wel redelijk snel dat we toch niet echt bij elkaar pasten. En na een paar maanden gingen we dus ook uit elkaar en bleef ik in het huisje achter dat we samen hadden. Om de huur te kunnen blijven betalen, pauzeerde ik toen mijn studie tijdelijk en ben ik toen elke nacht gaan werken in een feestcafé achter de bar. Dat was voor mij niet helemaal de meest ideale baan. Ik hoor ook niet echt heel erg thuis in die wereld. En na een paar maanden zag ik er dus ook uit als een zombie die totaal de weg kwijt was. Want wat wil je ook als je alleen maar 's nachts werkt in een wereld waar je je gewoon heel erg ongemakkelijk en onveilig en niet op je plek voelt, gewoon niet jezelf voelt. Na 9 maanden daar te hebben gewerkt en dus ook een heel studiejaar te hebben gemist, nam ik ontslag en vond ik een fatsoenlijke baan als ICT-projectmanager bij een bedrijf waar ik ooit stage had gelopen tijdens mijn studie. Die wilde me heel graag aannemen. En terwijl ik daar aan het werk was, fulltime, toen heb ik me ook weer ingeschreven voor mijn opleiding die na de zomervakantie weer begon. En besloot ik dat af te gaan maken, want ik hoefde nog maar 1 studiejaar. En op mijn eerste studiedag, in het allerlaatste studiejaar, zat ik natuurlijk tussen allemaal onbekende gezichten, want iedereen die ik kende was inmiddels al wel afgestudeerd. Maar er was 1 iemand die ik nog wel herkende van de studiejaren daarvoor. En ja, we waren echt heel erg blij om elkaar te zien, want we kenden voor de rest eigenlijk helemaal niemand meer. En ook hij had langer over zijn studie dus gedaan. En zo besloten we om ons laatste afstudeerproject dus ook met z'n tweetjes te gaan doen. En sindsdien werd ik zo blij wakker elke dag, want echt studeren was zo fijn na een jaar zo lang zo hard werken. En het was ook echt zo ontzettend gezellig met die jongen. Ik ging echt elke dag met heel erg veel plezier naar school voor het allereerst in mijn leven. En ik zal je vertellen waarom ik zo blij was elke dag. Want die jongen waarmee ik samenwerkte, dat was namelijk Rick. Ja, zo hebben wij elkaar dus ontmoet. En het duurde ook niet heel erg lang of we kregen een relatie met elkaar. En we werkten toen dus samen, we maakten samen video's, omdat we dat gewoon leuk vonden om te doen. We deden school samen, we deelden eigenlijk het liefst gewoon elke minuut van de dag met elkaar. Nou, en vanaf die dag ging mijn leven ook echt in een soort van rollercoaster. Het duurde dan ook eigenlijk maar 2 weken sinds dat wij een relatie hadden met elkaar. En toen besloten we al te gaan samenwonen. En nog een half jaar later vroeg Rick mij al ten huwelijk, terwijl ik mijn diploma aan het ophalen was van mijn studie. En vanaf die dag mocht ik mij dus niet alleen ingenieur noemen, omdat ik dat eindelijk had behaald, die titel, maar ook verloofde van. 1,5 jaar later zijn Rick en ik getrouwd. En het was een hele mooie dag. Het was ook echt prachtig weer trouwens. En ik zal je wat vertellen, want onder mijn trouwjurk, in mijn buik, zat al een heel lief klein meisje mee te luisteren naar hoe wij het jaarwoord tegen elkaar zeiden. En ja, ik was zwanger. Al 5 maanden toen. Ik zei toch dat mijn leven een rollercoaster werd? Nou, dit is dus trouwens Emily. Die is een paar maanden na ons bruiloft geboren. En het is het mooiste en het liefste babytje van de hele wereld. Ik had echt nog nooit zoiets moois gezien. En 1,5 jaar later hadden we niet eens zo'n geweldig dochtertje, maar gewoon 2. En ik denk dat ik op dat moment echt de meest gelukkige vrouw al was van de hele wereld. Want ik voelde mij ontzettend compleet met mijn eigen gezinnetje. Rick die had in de tussentijd ook al langs zijn diploma gehaald hoor. Die was ook fulltime gaan werken als programmeur, want er moest toch zekerheid en inkomen komen. Zeker nu we een gezinnetje waren. En we hadden besloten dat ik fulltime thuis zou blijven om voor de kinderen te zorgen. En dat deed ik ook met ontzettend veel plezier. Ook al miste ik Rick wel veel, want hij was wel heel erg veel van huis. En het liefst waren we eigenlijk nog steeds altijd elke minuut van de dag samen. Toen de meiden ouder werden en ook naar school gingen, hadden ze mij wat minder nodig en hield ik ook echt heel veel meer tijd over. Dus ik besloot creatieve dingen te gaan doen, veel van vroeger weer op te gaan pakken. Dat had ik eigenlijk tijdens mijn 10e jaren helemaal niet meer gedaan. En ik genoot er echt ontzettend erg van en ik wist eigenlijk ook niet waarom ik dit niet eerder weer was gaan doen en het zo lang heb laten liggen. Ik was echt niet meer te stoppen. Ik haakte hele jassen, dekens, ik tekende hele kleurboeken vol. En op een dag dacht ik, ja, ik wil dit heel graag gewoon gaan delen met jullie. En zo besloot ik dus ook een creatieve blog te gaan beginnen. En eigenlijk wilde ik nog veel meer gaan doen dan alleen maar die blog bijhouden. Maar Rick was ondertussen eigenlijk totaal niet blij met zijn werk en die wilde heel erg graag gaan ondernemen. Dat is natuurlijk best wel een enge stap, aangezien wij wel van zijn inkomen helemaal afhankelijk waren. Maar toch hebben we besloten om het wel te gaan doen. En dat is eigenlijk de grootste gok die we ooit in ons leven hebben genomen. Want we hadden wel 2 kinderen en een koophuis. En op dat moment hebben we gewoon helemaal geen inkomen of zekerheid meer. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, het ging ook niet allemaal even soepel. Het was best wel een ongelukkige start. We hebben maanden wat dubbeltjes bij elkaar lopen schrapen. We stopten uiteindelijk zelfs met die onderneming, omdat het redelijk uitzichtloos was. En we besloten alles weer om te gaan gooien en het weer helemaal anders te gaan doen.
En om in de tussentijd niet alleen maar bezig te zijn met geldzorgen en met werkzorgen en alleen maar met werken bezig te zijn, ook besloten we ook wel iets te gaan doen dat we gewoon samen echt heel leuk vonden om te doen. En we gingen voor het eerst sinds jaren weer eens een keertje een video opnemen met z'n tweetjes. Dat deden we vroeger dus wel wat vaker, gewoon van die random onzinfilmpjes. En wat hadden we dit gemist. Het was echt zo ontzettend leuk om dat te doen. Dit wilden we eigenlijk het liefst gewoon elke dag gaan doen. Nog veel meer, want we werden zo blij daarvan. Terwijl Rick in de tussentijd een nieuwe onderneming aan het opstarten was en hij echt keihard aan het werk was en aan het knallen was om wat geld binnen te krijgen, ging ook ik hiervoor hard aan de slag. En ik wilde nu proberen om CreateJack niet meer alleen te hebben als een leuke hobby, maar om daar ook echt daadwerkelijk mijn werk van te gaan maken, zodat we daar ook wat inkomen uit konden gaan halen. En waarmee ik ook echt een YouTube-kanaal kon gaan opzetten. Dat als we uiteindelijk wat meer financiële zekerheid weer zouden hebben, we daar weer echt volledig mee aan de slag konden gaan. Want dat vonden we zo leuk om te doen. En zo ontstond dus ook het CreateJack YouTube-kanaal. En er kwamen al heel snel wat mensen kijken eigenlijk. Echt superleuk. En toen kwamen er al heel snel nog meer mensen bij. En nog meer. En het groeide en het groeide. En ik vond het echt heel tof om te doen. Na een tijdje wisten veel bedrijven en uitgevers me ook te vinden en de een na de andere toffe opdracht kwam binnen en op mijn pad. Zo ook het ontwikkelen van mijn eigen productenlijn wat ik op dit moment aan het doen ben. En we maakten nog meer YouTube kanalen aan zoals het CreateJack Games kanaal en het familiekanaal waar we echt wat meer samen ook op zijn. En ja, mag ik in de tussentijd eigenlijk doen wat ik het allerliefste doe? Creatief zijn, video's maken, de hele dag met Rick samen zijn en in de tussentijd ook nog fulltime voor onze kinderen kunnen zorgen. En wie zei ook alweer dat er in de kunst en creativiteit geen toekomst zat? Nou, dat is waar het op dit moment eigenlijk een beetje staat en wat ik op dit moment allemaal aan het doen ben. En ik moet zeggen, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, gelukkig maar, want ik heb nu 32 jaar van mijn leven verteld, denk ik even in een notendop. En als het goed is, ben ik nog niet eens op de helft van mijn leven. En heb ik van die 32 jaar ook nog eens een keertje 18 jaar zitten verprutsen aan school, waar ik verder helemaal niks mee doe. Maar sinds dat school klaar is, is mijn leven echt begonnen en ben ik dus in die rollercoaster gestapt. En ik moet zeggen, in die rollercoaster zit ik echt nog steeds. Ik heb super veel zin in de aankomende rollercoasterjaren die gaan komen. Ook al vind ik het af en toe ook wel heel erg spannend en overweldigend en veel. En gaat die soms ook veel te snel om goed te kunnen begrijpen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. Maar daarnaast is het ook wel echt heel erg tof om te doen wat ik het allerliefste doe. In een omgeving waarin ik het allerliefste ben. Met de mensen waar ik me het meest prettig en gelukkigst bij voel. En om te leven in mijn leven. Dat ik gewoon helemaal zelf heb gecreëerd. Ik ben wel heel benieuwd wat mijn leven mij nog gaat brengen. En ik hoop dat ik jullie ook helemaal mag gaan meenemen in dit hele avontuur dat nog gaat komen. Maar één ding kan ik je in ieder geval wel vertellen. Mijn prachtige levenslessen en moraal van dit hele verhaal. Doe gewoon waar jij het allerblijste van wordt. En vaak weet je dat als kind eigenlijk al. Maar vergeet je dat onderweg in de serieuze volwassen wereld. Doe wat je gelukkig maakt. Volg het pad. En hoe eng en gek het soms ook kan lopen. Uiteindelijk is dat toch wel echt wat je gewoon moet gaan doen. Oké, lekker cliché, maar ja, dit was mijn leven en dat is in ieder geval hoe het voor mij heeft gewerkt. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een like te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Volg me ook op social media. De links staan hier allemaal beneden in de omschrijving. In ieder geval dankjewel even voor het kijken. En tot snel weer. Doei!